Tegenwoordig wordt aan ieder detail in het interieur aandacht besteed, geheel passend bij de totale look en feel van de inrichting. De badkamer ontbreekt daar natuurlijk niet in. Marit doet inspiratie op in een experience center in Deventer. Remco, je ziet het eigenlijk al in de showroom. Er is heel veel mogelijk in de badkamer bij jullie. En dit is de nieuwste trend. Ja, wij zeggen al jaren, we halen de woonkamer naar de badkamer. Dat hebben we nu ook weer gedaan. Je ziet die streepjes in de woninginrichting, zie je veel terugkomen. Dit zijn twee laden. Het leuke daarvan is dat we dit in de productie zodanig maken dat we de afmeting van de streepjes exact kunnen uitmeten, waardoor je ook de scheiding van de laden niet meer ziet. Ah, en dit zijn de kleuropties, denk ik. Ja, ook hier zijn weer verschillende kleuren in eiken zijn hiervan mogelijk. Het is en blijft massief eiken, ons handelsmerk. Ja. Beschermd tegen vlekken en noem het allemaal. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n meubel voor de woonkamer ook wel mooi is. Ja, mooi is natuurlijk als je zo'n kast nog groter met een mooie tv erboven en leuk aangekleed in zo'n woonkamer zit. Alles wordt in eigen huis gefabriceerd en daarnaast zijn alle lookslijnen te vinden bij dealers door het hele land. Meubel is nieuw, in die zin dat het hoort bij TaylorMade, dus bij het maatwerkprogramma. Ja. Wat we veel weg hebben gezet de afgelopen tijd zijn de meubels de facet. Maar we hebben hier uitgevoerd met twee laden onder elkaar. En in dit geval een 1,60 meter uitvoering, maar ook die kunnen we weer maken tussen twee muren. Dus volledig op maat, met eventueel nog meer laden. Een nieuwe wastafel in keramiek, een beetje beton look. Ja. Die is in meerdere kleuren leverbaar. Die hebben we vierkant en ook in een rechthoekige uitvoering. Mooie grote spiegel. En het leuke van deze spiegel is, die hebben we uitgevoerd met een trapsschakelaar. Ook voor een stukje romantiek. Ja, hoe leuk is dat? En hoe gaan jullie om met duurzaamheid? We zijn bezig met de circulaire ondernemerschap op dit moment. Mm-hmm. We willen eigenlijk naar een traject waarbij we over 10, 15 jaar onze meubels ook weer terughalen bij de klant. Dus we willen dat er niks vernietigd wordt. Nee. We zitten sowieso op iets van logistiek. Ja. Alle vlakken zitten we in die hoek van de duurzaamheid. Nou, een leuke gimmick wat we hier nog doen is dat wij op het dak hier een bijenkas hebben staan. Oh. We doen ook nog wat terug voor moeder natuur. Wat leuk! En dit is een potje honing uit onze eigen bijenkas. Dus die wil ik je graag meegeven.